Geert en Rita maken Nederland kapot. Kent u die uitdrukking? Geert en Rita maken Nederland kapot. Ik moest daar denken toen ik zag dat die twee bewegingen van Geert en Rita volgens de peilingen op ongeveer 28 zetels kunnen rekenen. Wat veel vindt u niet. Je schrikt als je beseft hoeveel mensen in de demagogische praat van Geert en Rita zijn gaan geloven. We gaan het fileprobleem oplossen. Ja, we gaan het fileprobleem oplossen, schreeuwt Rita. En ik denk, had dat dan gedaan toen je nog in het kabinet zat, toen je nog minister was? Of wist je toen al dat het niet zo makkelijk op te lossen is, dat fileprobleem? Hè? En lieg je nu de boel bij elkaar door te suggereren dat het een fluitje van een cent is? We gaan het file. Wilt u het fileprobleem opgelost hebben? Wij gaan het oplossen. Wilt u dat het gespuis harder aangepakt wordt? Wij gaan het oplossen. Is zo'n vrouw als Rita Verdonk niet erg gevaarlijk bezig? En zou het niet verstandig zijn om haar in de talkshows niet zo op handen te dragen? Ja, maar zeggen ze van die talkshows, ze is zo'n leuke gast. Ze heeft zo van die extreme uitspraak. Ze is altijd lachen met haar en we halen de pers met haar. Oh, het is zo fijn. Met die partij van Geert Wilders halen we ook altijd de pers. We geloven niet in wat ze zeggen, maar het is wel sensatie. Ja. De talkshow mensen zelf, die geloven helemaal niet in die onzin van Geert en Rita. Nee, natuurlijk niet. Maar de mensen thuis wel, die denken van, nou, het zullen wel hoogstaande mensen zijn als er zo vaak op televisie gevraagd wordt. Het naïeve publiek denkt echt dat zij de reddende engeltjes zijn. Het publiek merkt niet dat ze belazerd worden. Eerst zeggen Geert en Rita dat er eigenlijk helemaal niks deugt in Nederland, terwijl er heel veel wel deugt. Dat we hard op weg zijn naar de totale ondergang. En als mensen het dan gaan geloven, dan moet hij op weg naar de totale ondergang. Dan werpen zij zich op als redders van ons land. Het is dezelfde methode die Pim Fortuyn hanteerde. Eerst zeggen dat er niks deugt. De paardomen van paard, dat deugt niet, dat deugt niet, dat deugt niet. En als mensen het dan gaan geloven, dan zeggen, ja, ik kan de problemen wel oplossen. Voor Pim Fortuyn was Nederland een beschaafd en evenwichtig land. Mooi, harmonieus. Na Pim Fortuyn hollen we met Geert en Rita voorop naar een totale chaos. We hollen naar een totale chaos. We vallen de afgrond in. Nederland als bananenrepubliek onder leiding van Geert en Rita. Zijn ze nog eigenlijk tegen te houden, dames en heren? Kijkers zullen zich afvragen. Ik ben bang van niet. Het heeft niet alleen te maken met het volk dat dom achter Geert en Rita aanhobbelt, maar het heeft ook te maken met dat zoveel mensen in de politiek en in de journalistiek aan het slapen zijn. Het zal mijn tijd wel uitzitten, als we niet zo vaart lopen. Niemand ziet het grote gevaar. We bagatelliseren alles en iedereen. Maar ik heb u gewaarschuwd. Ik wens u een fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal met spekjes wat nog erin. Dank u wel.